Dames en heren, jongens en meisjes, welkom hier bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik weer niet alleen. Ik ben vandaag met Jansu. Hey Jansu. Nou, Jansu, even kort samengevat. Jansu heeft een tussentijds toets gehad. Ze heeft een vrijstelling daarvoor gekregen, toch? Mm-hmm. Hoe vond je tussentijds toets ervaren? Vond ik wel fijn, want dan weet je al een beetje hoe het examen gaat en zo. Mm-hmm. En die vrijstelling is mooi meegenomen. Ja, mooi meegenomen. Maar nou, het fijnste was dat je gewoon al weet hoe het gaat zijn. Ja, een vrijstelling, dat houdt in dat je op je examen, dus praktijkexamen, niet hoeft te parkeren of keren, wat dan ook. Binnen in de auto of buiten de auto gaan ze ook geen vragen stellen, dus ze gaan direct beginnen eigenlijk. Maar je hebt een faalangstexamen, toch? Ja. Waarom heb je daarvoor gekozen? Omdat ik best bang ben dat ik fouten maak en zo. Mm-hmm. En ik ben daardoor best wel gestrest en zenuwachtig. En dan bij zo'n faalangstexamen praten ze vooraf en je kan tussentijds ook een time-out krijgen. Precies. Dus dat zorgt er voor mij wel voor dat ik minder gestrest ben, denk ik. Ja, heel goed. Je wordt goed voorbereid, hè? Ja. Ze heeft binnenkort examen. Het is wel heel dichtbij. Ja. Waarschijnlijk als deze video erop staat, dan ben jij wel geslaagd. Inshallah, ik hoop het. Nou, we hopen het. Nou, jullie gaan dus zien straks hoe Jansu rijdt. Ze heeft al een aantal lessen gehad natuurlijk. Ze moet goed voorbereid zijn voor haar praktijkexamen. En nou, laten we dan lekker beginnen, zou ik zeggen. Yes. Heb je vragen nog? Nee. Nee? Oké. Okay. Dus binnen in de auto, die vragen die skippen we. Want ja, je hebt de vrijstelling, buiten de auto ook niet. En dan gaan we gewoon lekker beginnen. Yes. Oké, okay, alles staat klaar. Jansu, yes. Ben jij ook klaar? Ja. Dan gaan we lekker beginnen, meisje. Yes. Ik heb er zin in. Heel veel succes dan. Dank je. We gaan bij de rotonde links, tweede rotonde gaan we rechtdoor. Mm-hmm. Zo, rotonde links, tweede rotonde gaan we rechtdoor. Even hier wachten. Goed, waarom kies je daarvoor om hier te wachten? Omdat de fietsers kunnen komen. Juist, er kunnen fietsers komen. Oh, goed beginnetje. Goed beginnetje. Hallo, je staat op camera, meid. Kom op. Zo ga je toch niet voor mijn leerling rijden? Of niet? Rechtdoor. Die kenteken hebben genoteerd, Jansu. Yes, thank you. Super. Gewoon rechtdoor gaan. Op snelweg? Dat je gas zo snel mogelijk omhoog krijgt en dat je even in zijn vier houdt tot je vervoegd bent. Juist, dus vol gas schakelen met 3000 toeren. Goed spiegelen, netjes hoor. Dat zijn ze. En dan pas naar de 5. Juist, dus je bent ingevoegd en dan pas ga je met zijn 5 doen. We gaan Tilburg Noord echt van af. Sorry te zeggen, meisje. Nee. Dat is gewoon hartstikke goed. Ik ben echt trots op in ieder geval dat je op camera durft te rijden. Hè? Al die camera-vrees die mensen krijgen. Ja, man. Ik kan alvast oefenen voor mijn examen. Ja, die ogen van die examinator moet je als camera zien eigenlijk. Ja. Maar jij werkt? Yes. Je hebt hobby's? Vertel. Ja, één momentje. Eén momentje. Nou, slim dat je daarvoor kiest. Dus als je even niet wil praten, leg je gewoon een momentje alsjeblieft. Ik kom zo bij je terug, even in de wacht zitten. Ja, ik wist echt heel diep. Oh ja, niet eens wacht. Even na deze kan okay, ik sta nog steeds in de wacht. Ja. Dat was even te vroeg. En net als te laat gered. Kijk, je zegt nu allemaal dingen wat je verkeerd doet, maar in mijn ogen was het gewoon goed, was het gewoon goed. Dus haal jezelf niet naar beneden. Ja, je
je bent perfectionist, dat snap ik, je wil goed doen, maar haal jezelf niet naar beneden. Ja. Zeg beter de dingen die je wel goed doet. Zeg, ja, je mag in deze straat achter het vak parkeren, maar dat hoeft ook meer niet, hè? Je hebt de vrijstelling. Ja, ik kan het wel doen, maar... We gaan rechtsaf. En dan gaan we rechtdoor de bruggetje om. Over. Wat staat er? Bij groen 1 oprijden tot de stopstreep. Juist. Heel goed. Het is gewoon lezen en dan komt alles vanzelf wel. Yes. Samen gaan zit niet vragen aan je. Ah, zo gemeen is het ook weer niet. Je hebt meerdere. Ja, een gelijkwaardig kruispunt. Ja, ik wou evenredig zeggen. Evenredig. Gelijkmatig. Ja. Nee, het is een gelijkwaardig kruispunt. Hoe herkennen we dat? Doordat zeg maar
ding is. En er staan geen boordheidanden, punt. Ja. Dus het zijn geen boordheidanden, dus rechts heeft voorrang. Omdat ook geen uitrit is bij de WR. Ja, ja. Straks rechtsaf op de grote weg, dus niet de eerste rechts, maar op de grote weg gaan we rechts. Dat is op deze. Ja, helemaal goed. Ik ga je vandaag nog iets leuks doen. Als je vandaag bent geslaagd, ga je vieren. Ja. Als ik morgen ben geslaagd, ga ik helemaal vieren. Dan ga je helemaal vieren. Ja. Dubbel vieren. Wacht. Ik moet wel tussen. Goed zo. Goed, dan gaan we linksaf. Komt ie maar, oma. Echt lief van je. Kijk, oma. Het is moeilijk te been. Ze kan moeilijk lopen. Heeft even tijd nodig. Dus jij gunt haar even die tijd. Ja. Nu zien jullie dat op beeld. Jammer dat het niet op beeld was. Dus heb die oma gewoon niet kon filmen zo. We gaan linksaf gelijk. En je ziet haar rug, hè? Dat is belangrijker. Van de vorige keer heb ik gelijk. Je hebt geleerd. Wijk rug, gas terug. Goed zo. Als dit een examen was, hopelijk morgen ook, dan zou jij tot nu toe geslaagd zijn. Dus we zijn nu 10 minuten verder ongeveer. Je hebt nog 20 minuten te gaan. Hou vol. Je hebt 1/3 gehad. Spannend niet, hè? Ja, wat voor? Van gaat Jan zoeken een fout maken of niet? Nee, ik heb vertrouwen in jou, meid. Ik ook wel met jou. Gaat gewoon lukken. We gaan gewoon rechtdoor. Goed! Helemaal goed, meisje. Slim van je dat je niet gelijk beslist om door te rijden, maar eerst een beetje naar voren gaat, omdat je geen overzicht hebt. Slim. En niet roekeloos. Ik
Je hebt hem iets te breed gepakt. Geen ramp. Gelukkig kwam er niemand aan. Maar als iemand aan zou komen, dan had je wel een probleem. Geen file, hè? Nee. Mag je schuin rechtdoor, Jansu? Ik wou bijna remmen. Ik heb gerend hoor. Jij hebt gerend, goed zo. Ik wacht even op deze kaart gaat. Ik wou bijna remmen. En hier rem ik ook, want die... Oh, moet jij, ik weet niet of zo ging. Ja, die fietsers waren een beetje roekeloos aan het doen, dat kun je ook als ze naar beneden zien. Ja, dat ook. Maar ik dacht, straks is dat geen geld gereden. Zo, neem dit mee, hè. Ja, ja. Je bent zo druk bezig met om je heen kijken, maar niet naar voren. Dus dan ga je stoppen op een plek waar eigenlijk verkeer tegenover je komt. Mm-hmm. Rotonde, gaan wij linksaf. Zo, mag je straks even de auto aan de kant zetten? Gaan we de navigatie invoeren? Gaan we terug naar de CBR? Ja, dan mag gewoon hier even aan de kant doen. Toppie. De routes worden berekend. Momentje, wil ik een route denken. Kiezen, alstublieft. Mag je. Ja, kies maar zelf een route uit. Blauw is de snelste, oranje is qua afstand kortste. Oké, succes! Thanks. De loop van de weg 350 meter volgen, alstublieft. Dus nu zit je op het laatste deel. Hou vol! Oh, oma! Oh! Oh! Ja, dat is... Oh! Dat is
dat is echt zo... veiligheid moest ik gewoon hebben. Ja, zo zie je dat oma haar rijbewijs niet bij mij heeft gehaald. Anders zou iedereen slaan. Anders zou iedereen slaan. Hoe hard mag je hier, Jansen? Over 150 meter rechts afslaan naar Burgemeester Kanterslaan en daarna de volgende rotonde op de tweede afslag verlaten. Kijken naar de navigatie. Ik wil niet voor zeggen. Nee, je hoeft er niets te zeggen. Fijn. Nu rechts afslaan en daarna de volgende rotonde op de tweede afslag verlaten. Neem de tweede afslag. Goed gezien. Goed gezien, dat woord wordt vaak over het hoofd gezien. Ja, ik eerst ook al. Het is ook een voordeel als je ergens vaker rijdt. Ja, over 150 meter de rotonde bij de tweede afslag verlaten. Neem de tweede afslag. Over 250 meter de rotonde bij de tweede afslag verlaten. Neem de tweede afslag. Ik weet niet of die hier werkt. Je werkte bij een teststraat, zei je toch? Ja. Stop je daar nou? Omdat de corona voorbij is. De bedrijf gaat niet stoppen, maar ik stop binnenkort wel. Oh, jij stopt gewoon. Over 200 meter de rotonde bij de eerste afslag verlaten naar Noordstrasseweg. Okay. Maar hun gaan gewoon verder met showartes of zo en nog voor. Neem de eerste afslag. En dan ook nog steeds testen. Er zijn best nog steeds mensen die komen. Serieus? Ja, zou je niet denken. Dat was een betaald test, of niet? Of, Ja, dat was even afgeleid. Ja, ze probeerden voor de rotonde klaar te zijn met trusje aankleden. Ja. Ik snap dat je afgeleid bent, maar rijden is belangrijker dan kletsen. Over 250 meter de rotonde bij de derde afslag verlaten naar Tilburgseweg. Ja. Neem de derde afslag. Over 250 meter rechts afslaan. Afslaan. Goed zo. Gewoon logisch nadenken. Als je door zou gaan, wat voor probleem had je veroorzaakt? Ja. Super. Zet altijd veiligheid op één.
keer dat je geslaagd bent of niet? Op dit moment weet ik het nog niet. Je weet het nog niet? Ik had wel een goed gevoel, alleen dat ene stukje was een beetje... Mm-hmm. Krijg je straks te horen. Het is echt gemeen van mij dat ik daar nu over zo begin. Ja, ik word nog een stuk. Je hebt nog 3 minuten. Zijn we terug. Stel je voor, nou in die 3 minuten. Die rijdt vol gas, dus die mag gaan. Die gaat stoppen. Nee, oké. Ja, dit is een stukje sociaal zijn. Over 500 meter links afslaan richting 50 00 60 00. Ze moet ook echt storen elke keer als ik een vraag stel. Links afslaan, dat is ook. Nee, je houdt de rechterbaan aan die rechtdoor gaat. Het is een verwarrend stukje. Als je even goed vooruit gaat kijken, dan zie je straks 2 rijbanen die rechtdoor gaan. Pak altijd de rechterbaan. Nu links afslaan. Ja, zij zegt links afslaan, maar we moeten gewoon recht doen. U heeft het reisdoel bereikt. Het reisdoel bevindt zich aan de rechterzijde van de weg. Terug, meisje. Yes. Zet maar alles uit op de juiste manier. Oké, en hoe ga je uitstappen? Eerst je voordeur. Ja. En dan pak je zo met je rechterhand en dan kijk je. Ja. Oké, Jansu, we hebben net een examenrit gereden. Even feedback. Hoe vond je het gaan? Ja, over het algemeen wel goed. Als ik een examinator was, dan had ik jou laten slagen. Ja. Maar... Ja, je hoort toch wel van die verhalen dat ze door één fout wel helaas gezakt zijn. En die ene fout, weet je nog, toen je bij die stopbord aan de linkerkant van de weg ging stoppen. Yeah. Even herhaling voor jullie, dat jullie dit nieuwe beeld zien. Als je dat doet dus, dan kan je zakken. Dan kan je zeker wel zakken. Hè? Je brengt eigenlijk verkeer in gevaar. Maar als ik achteraf zou zeggen van...
Alles ging goed, behalve dat ene puntje had ik beter aan de rechterkant kunnen staan. Mm-hmm. Nou, denk je dat gaat helpen? Misschien. Alsjeblieft, meneer. Of mevrouw. Nee, je hebt gewoon een fout gemaakt. Ja. Klaar. Snap je? Ze zien het gewoon zo. Accepteer die fout. Tenzij ze echt op een goede, hele goede mood zijn, dan kunnen ze je misschien gunnen. Wie weet. Alles depend gewoon op iemands moed. Wie weet. Nou, ik ben in ieder geval blij dat jij vandaag hebt gereden. Je hebt een goede rit laten zien, echt waar. Ik vind het echt heel goed gedaan. Ook met die camera's zijn ze allemaal erbij. Echt toppie. Ja, dames en heren, vergeet niet te liken, te abonneren. Gun Jansu dat ze gaat slagen op haar examen. Echt examen. En tot de volgende keer!